Hartstikke leuk dat je kijkt. Hier Rowan vanuit Tenerife met een nieuw filmpje over Facebook. De vorige ging over Alibaba en die cijfers en daar kwamen best wel positieve reacties op. Dus ik dacht, ik doe nog zo'n bedrijf van ook een heel populair aandeel bij particuliere beleggers. Nou zegt populariteit niks over de rendementen. Misschien wel in tegendeel zelfs. Je zou kunnen zeggen, populaire aandelen presteren in de toekomst juist wat minder, omdat iedereen er al in zet. Waar komt dan die extra vraag vandaan? Maar nu gaan we eens naar Facebook kijken hoe het het heeft gedaan. En of het aandeel ondergewaardeerd is. En ik ga me vooral focussen op de hoofdpunten. Ik ga niet het hele jaarverslag door. Een kort filmpje van 10 minuten om even, even te laten zien waar we vandaan komen. Goed is om even de grafiek te laten zien. Want dat maakt natuurlijk wel Facebook aantrekkelijk. Ik heb Facebook zelf in het verleden ook gehad. Maar toen verkocht. Vanwege dat ik een ander big tech aandeel wilde. En niet te veel ja, exposure qua big tech. En mogelijke regulatie in mijn portefeuille wil. Nou lijkt dat regulatierisico bij Facebook specifiek in één keer een heel stuk lager, bedenk ik me, door de opkomst van TikTok. En dat was ook een van de grootste redenen dat het aandeel zo'n crash liet zien. Je ziet het hier echt van een cliff afgevallen en eigenlijk vanaf de top zowat gehalveerd. Dus niet alleen die snelle techbedrijven die geen winst maken halveren, maar ook volwassen techbedrijven extreem winstgevend kunnen halveren. Nou betekent dat niet natuurlijk dat door TikTok het aandeel nu in één keer minder aantrekkelijk is. Dus er, is wel, er is wel nieuwe informatie. Mark Zuckerberg in de earnings call ja, noemde TikTok meerdere malen dat het toch wel een grote, grote beuk gaf. De andere grote beuk, want het kwam eigenlijk tegelijk, die grote giftige cocktail, wat die koers ontzettend uh, pijn deed, zijn de Apple Privacy Changes. En hier gaven ze een heel concreet getal aan. Dat kost aankomend jaar 10 miljard aan omzet. 10 miljard doordat Apple. Even een knopje omzet. Waardoor adverteerders minder rendabel kunnen adverteren op Facebook. En advertenties zijn vrijwel 100% van de opbrengsten van, van Facebook. Dus als adverteerders minder rendabel kunnen adverteren, gaan de advertentiebudgetten dalen. Dan dalen de prijzen voor die advertenties. En ja, advertentieomzet, goed om te beseffen. Opgebouwd natuurlijk uit twee dingen. Hoeveel impressies kun je laten zien? Hoe meer mensen op Facebook zitten, hoe meer en vaker je zo'n irritante advertentie kan laten zien. En de prijzen van die advertenties is dus hoe rendabeler die advertenties voor de adverteerders, hoe hoger ze bereid zijn om te bieden voor zo'n advertentie. En de afgelopen twee jaar lieten die eigenlijk een hele mooie stijging zien, allebei. Waardoor je een gigantische omzetgroei kreeg, ook vanaf die basis dat Facebook al kent. Alleen, ja, die twee vallen eigenlijk nu weg. Die prijzen vallen weg door die Apple privacy changes en... Door concurrentie van TikTok en andere sociale mediaplatformen... daalt het aantal impressies. Dus als een giftige cocktail, dan krijg je hem eigenlijk van twee kanten. En daardoor geven ze bijvoorbeeld voor het eerste kwartaal ook maar 3 à 11% omzetgroei aan dat ze dat verwachten. En dat is heel iets anders dan Facebook de afgelopen jaren, die eigenlijk rond de 30% per jaar zat. Totaal anders. Nou, is die koers dus fors gedaald. Dat kan ook juist heel aantrekkelijk zijn, natuurlijk. Bovendien, ja. Hoe meer ellende in een aandeel, soms hoe groter de kansen. Zeker als je te maken hebt met een sterk bedrijf. Ja, en Facebook, één van de sterkste bedrijven, meta moet ik natuurlijk ook zeggen, op de wereld met al hun platformen. En dan is misschien die Facebook zelf niet eens zo aantrekkelijk, maar Instagram is echt een goudmijn voor ons. Is echt een goudmijn en WhatsApp verdienen ze natuurlijk nog niet aan. Maar daar gaan we, daar gaan we wat doorheen lopen. Hier zie je in ieder geval de marktkapitalisatie die hebben we straks nodig om te waarderen. 566 miljard op dit moment. Uh, even kort. Ja, Facebook geeft altijd meerdere documenten natuurlijk met op de sites. Wat ik ook wel grappig vond is uh, dat doen ook niet alle bedrijven. Eerst gaan ze de cijfers presenteren in de earnings call. Dat doen eigenlijk alle bedrijven. Maar daarna doen ze nog een follow-up voor de FIP-analisten als het ware. Maar dat doen ze eigenlijk altijd. Na de call gaan analisten nog eens naar de CEO van. Ja, hoe, hoe bedoelde je dat nou in die call? Dus die krijgen dan wat extra informatie. Maar Facebook is heel netjes daarin. Die, uh, die publiceren dat ook dat transcript op de website. Is altijd leuk om dat ook te luisteren. Krijg je soms wat extra uitleg op die vragen. Uh, hier is die, die, uh, die presentatie. Dat is altijd heel. heel uh, ja, niet simpel, maar. Recht toe, recht aan. En ze willen altijd laten zien wat ze willen laten zien. Hier zie je bijvoorbeeld de omzet. Ja, dan zie je eigenlijk al dat de helft van de omzet. Uit uh, uh, Verenigde Staten en Canada komt. Bijna de helft van de omzet. Mega winstgevende markt. Omdat. Ja, ze daar gewoon wat minder uh, gevoelig omgaan met uh, privacy data. Daar kan je bijvoorbeeld adverteren op basis van inkomensniveau. Want reken maar dat Facebook weet hoeveel jij verdient. Of in ieder geval in welke bracket je valt op basis van wat je allemaal doet. Dat is straks wel interessant waarom die uh, daling er ook vandaan komt. Hier zie je de, de kostenbasis van de omzet. De, de verschillende kostenposten. Daar wil je, als je een waardering gaat maken, wil je daar wel eigenlijk wel goed zicht op hebben. Even, ja, even heel simpel gezegd. Ik hoor nog wel eens mensen waarderen dat ze Facebook gaan bestuderen en na een uur tot de conclusie komen dat het aandeel ondergewaardeerd is. Volgens mij kan je niet zo snel helemaal in die kostenstructuur duiken om dat goed te begrijpen en daaraan conclusie aan te hangen. Misschien komen we daar in de waardering ook nog wel terug. Wat mij, wat mij bijvoorbeeld opvalt bij zo'n bedrijf, en dat komt straks in de cijfers ook weer terug, is. Ja, je denkt hier misschien die RD, dat is deze. Er is, er is hierboven iemand aan het schuiven. Dat maakt verder niet uit. <laughs> Ik weet niet wat daar gebeurt. Ik zit op een hotel, dus je weet, je weet wat voor uh, loesje dingen daar misschien gebeuren. Maar goed, dat helemaal terzijde. Hier zie je de R&D kosten. Uh, dan denk je misschien, die blijven mooi in lijn. Elke keer in de range van, ja, wat is het? 18 en 24 procent van de omzet. Van de omzet. Ja, maar die omzet is de afgelopen twee jaar zo hard gegroeid. En die R&D kosten stijgen dan dus ook mee met 30%. Dus er gaan zoveel bakken met geld in. Ik zal je straks laten zien. Want het is een beetje de, de 10, 10 miljard vraag. 10 miljard verliezen ze aan omzet door de privacy Apple eh, veranderingen. Maar ze maken ook 10 miljard verlies in hun divisie Reality Lab. Zoals ze dat hebben vormgegeven. En dat is het metaverse. 10 miljard Stoppen ze daar eigenlijk in? En dan een groot deel daarvan is natuurlijk RD. En uh, ja, dat wil je ook meenemen in de waardering. Dat veel mensen vergeten dat deel. En dat is toch een extraatje. Want um, om het even heel simpel te zeggen. Dat kan natuurlijk in de toekomst wat extra op gaan leven. Als die investeringen goed zijn. Als ze het metaversum gaan domineren. Of dat gaat nog vijf jaar heel erg slecht. Stoppen ze elk jaar 5, 10 miljard in. 50 miljard in totaal. Boeien. Maar dan schrijf je dat af. En dan stop je er op een gegeven moment, stop je met dingen als het niet werkt. En dan verdwijnt dat natuurlijk ook. Dus het is altijd een soort van extra bonusje als ze investeren in groei. Als ze dat, als ze dat tenminste niet te extreem doet. De investeringen, vooral in datacentra. Maar waar ik eigenlijk even naartoe wil is. De daily active users van Facebook. Echt van Facebook, 1,9 miljard mensen. Even kijken hoor. Ja, oh ja, hier zie je Dagelijks actieve gebruikers is voor het eerst in de geschiedenis gedaald. Met een miljoen slechts. Maar ik denk dat beleggers daar best wel zwaar aan tillen. Dat dat, ook al is dat een soort symbolisch iets, want je ziet eigenlijk, ja, de groei is al heel laag. Um, ja, dit is, uh, dit is wel een probleem op het gebied van engagement, zoals dat heet. Dan kan je gewoon minder impressies laten zien. Wat je hieronder ziet is wel een belangrijke ratio. Hoeveel van de dagelijkse gebruikers zijn er ook maandelijks actief? Nou, die is, bij, is best, wel, best wel constant. Dus qua engagement, echt in, in principe hoe vaak open je die app in een maand? Als je hem één keer per maand opent, heeft Facebook daar natuurlijk veel minder aan dan dat je hem elke dag opent. Sommige, dus best wel veel mensen openen, openen dat elke dag. Um, maar dat is best wel zorgelijk omdat vooral die groei is dus afgenomen in de Verenigde Staten, heel volwassen. En hier zie je hoeveel Facebook aan jou verdient. In Amerika is dat in één kwartaal 60 dollar. Moet je nagaan. Dat is als je dit van de afgelopen vier kwartalen bij elkaar optelt, zo'n meer dan 200 dollar. 200 dollar. En dan heb je een gratis product en dan Facebook loopt. Helemaal binnen. Dus logisch dat ze dat product gratis maken en niet 5 euro per maand kan vragen. Maar door die advertenties is dat zo aantrekkelijk. En vooral in Amerika 60 dollar in een kwartaal. Europa zit op een derde daarvan. 20 dollar. Gewoon door het verschil in uh, ja, privacy, data en het gericht kunnen adverteren. Natuurlijk is Amerika in het algemeen een wat rijkere markt. wat commerciële markt. Dat helpt natuurlijk voor als je advertenties wil verkopen. En hier zie je de rest van de wereld. Uh, een fractie daar weer van. Um, maar als Amerika krimpt met dagelijks actieve gebruikers. Ja, dan gaat het ook hard met die omzetgroei. Omdat dat dus de meest winstgevende markt is. Oké. Okay. Ah, ja, even, even wat tussendoor. Deze zag ik ook nog. Ik check dan altijd even als zo'n zo beurskoers dan implodeert. Wat gebeurt er met de insider verkoop? Dat is helemaal, helemaal niet waarderen, maar. Um, dus dat kan je bijvoorbeeld op Guru Focus vinden voor Amerikaanse bedrijven. Dat kan je natuurlijk ook op de website in Java of bij de SEC altijd vinden. Wat je bijvoorbeeld hier ziet, als ik deze even bekijk. Ik zet hem wel even op één jaar. Nee, ik doe hem op drie jaar. Natuurlijk is Mark Zuckerberg de grote verkoper waarschijnlijk. Dus ik vermoed. Ik heb het niet opgezocht, maar dat deze de, qua aantal stuks, als je 800.000 aandelen Facebook verkoopt. Dat moet dat haast wel Mark Zuckerberg zijn. Niemand heeft zoveel aandelen. Maar wat je wel een beetje ziet is: uh, het afgelopen jaar veel verkopen. En nu een stuk minder. Dan nou mag je natuurlijk niet per se voor die kwartaalcijfers verkopen, omdat dat een stille periode is. Maar hier daarna, die kwartaalcijfers zijn nu al even geweest. En die beurskoers is al veel lager. Zie je het aantal verkopen bijvoorbeeld heel erg afnemen. En dat zag je in 2018 ook. Toen Facebook eigenlijk ook vanaf, vanaf een cliff stortte met 35% in vrij korte tijd gedaalde, toen kocht, ik ze, uh, toen kocht ik ze in ieder geval omdat ik dacht: ja, de gebruikers zijn nog niet weg. Nu zou je kunnen zeggen: ja, de, qua gebruikers is er wel een probleem. Dus is wel een fundamenteel probleem. is zeker een risico opkomst van uh, TikTok of concurrenten. Um, maar nu zie je eigenlijk weer hetzelfde op basis van insider verkopen. Dat Mark Zuckerberg, dus, althans als, als ik dit eventjes snel check: hè, je wilt altijd goed checken of, dat, of dit echt zo is, want deze cijfers kloppen niet altijd. Dan uh, ja, is hij daar ook even mee gestopt. Misschien wel vanwege de lage beurskoers. Oké, okay. zijstapje. Want we gaan richting de waardering. We doen echt even een biervultje waardering. Hè? Een echte, echte waardering kost natuurlijk wat tijd en dat is puzzelen. Maar nu even een biervultje op basis van de cijfers en de hoofddingen om jou wat beter te leren waarderen. Mocht je dat nou heel erg leuk vinden, dit soort dingen, dan ja, volg dan ook mijn portefeuille. Daarin gaan we op, in ieder geval de aandelen in mijn portefeuille, maken we een uitgebreide waardering, ook op basis van de scenario-analyse. En dan leer ik je alles daarover. En ook van bedrijven die torenhoog op mijn favoriete lijst staan. Nou, Facebook is zo'n bedrijf, daar hebben we nu nog geen analyse van, maar dat gaan we mogelijk in de toekomst een keer doen. En dan is dat echt een, ruim een uur lang over dat bedrijf praten. In de vorm van een audio podcast. Dat is echt heel vet. Een van, de, een van de vetste dingen die er is in de markt. We gaan een aandeel echt heel diep gaan analyseren. En de Ferrari staat erop. Netflix bijvoorbeeld ook gecrashed. Misschien hartstikke interessant. Alibaba gaan we binnenkort doen. CM.com gaan we binnenkort doen. CEO ook in de, in, van CM.com te gast geweest in de podcast. Dus als je hem. Uh, komt aanstaande vrijdag online. Dus uh, check hem als je, dat, uh, als je dat nog niet gedaan hebt. De link staat trouwens in de, in de show notes. Oké, okay, dat was een woordje van de sponsor. Dankjewel. Gaan we nu verder naar de waardering, want daar kom je natuurlijk voor. Hier zie je de omzet, het afgelopen jaar 117 miljard. Hier zie je de kosten, de totale kosten, 71 miljard. En dan blijft dit over, best wel logisch. En dan heb je een bepaalde winstmarge. Ze geven al aan dat aankomend jaar die kosten flink gaan doorstijgen naar 90, 95 miljard geloof ik uit mijn hoofd. Daar kom ik straks even op terug. Maar hier zie je de netto winst: 39 miljard. Veel mensen gaan op basis van de koerswinstverhouding waarderen. Dat kan waarschijnlijk bij zo'n volwassen bedrijf als Facebook. Er zit natuurlijk wat beperkingen aan de koerswinstverhouding. Maar dan ga je waarderen op basis van de marktkapitalisatie die ik net gaf, zo'n 566 miljard. En die 39 miljard winst. Nou, dan kom je op iets van 15 keer de winst uit. Dat lijkt niet veel hè, voor zo'n bedrijf wat waarschijnlijk nog wel groei kan laten zien. Het aankomende kwartaal dus aangeeft nog steeds 3 à 11% in de omzet te groeien. Dan, dan is dat een hogere groei dan een gemiddeld bedrijf laat zien. En uh, ja, dat, dat lijkt dan op het eerste zicht heel aantrekkelijk. En ik ga het nog wat aantrekkelijker maken. Oh, je ziet ook de prijzen van die advertenties en dergelijke, hoe ze dat doen. Oh ja, dit ook. Afgelopen kwartaal Q4. 19 miljard dollar aan aandelen ingekocht. Echt het grootste deel van het hele jaar, hele jaar 45 miljard. En in het laatste kwartaal nog even flink geschoven met de chips. Wat eigenlijk totale verspilling is. Want die beurskoers staat dus nu ja, wat is het 30% lager zien. En dan koop je dus ja, veel meer voor ditzelfde bedrag. Dat, uh, het is jammer dat ze dat toen hebben gedaan, of toen in ieder geval versneld hebben. Ja, het is ook altijd een beetje vals. Ik, ik weet niet waarom ze dat doen. Maar ze weten natuurlijk wel intern, het management... ja, dat die Apple-veranderingen... eraan komen in dat TikTok. Dus dat voelen ze wel. En dan toch drukken ze die aandeleninkomsten door. En ja, ik, 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 ik snap dat nooit zo goed. Het is ook niet typisch Mark Zuckerberg... om dat zo uh, te doen. Maar goed, oké. Okay. Oh ja, we zijn hier bij de waardering. Oké, okay. koerswinstverhouding 15... op basis van de winst afgelopen jaar. lijkt best wel goedkoop. Maar het wordt nog mooier. Hier zie je bijvoorbeeld... Dat ze een schifting maken in hoeveel om, uh, winst de verschillende takken maken. Reality Labs, 10 miljard verlies. 10 miljard verlies. Waar kan je het in hemelsnaam aan uitgeven, zou je denken. En dan de rest, uh, 57 miljard. 57 miljard. Oké, okay, dat Reality Labs, dat heeft nog maar een omzet van 2,2 uh, miljard. Groeit wel hard overigens, maar voorlopig, ja, de komende jaren, zit dan nog geen zoden aan de dijk. Maar hierdoor, als je die 10 miljard eruit gaat filteren en dan op deze operationele winst uitkomt en daarop gaat waarderen en dan even een afslag maakt voor de uh, netto winst, want dit is de operationele winst, daar moeten de belastingen en rentebetalingen nog vanaf. Maar dan kom je op, als je echt even dieper kijkt, niet op 15 koerswinstverhouding uit, maar als je dit eruit filtert, op 12. 12 koerswinstverhouding voor zo'n. Uh, bedrijf wat waarschijnlijk ja, best wel problemen heeft, maar op de lange termijn best wel kan groeien. En uh, ja, dat is natuurlijk weer de vraag. Hier geven ze ook die vooruitzichten: 3 à 11 procent groei voor het aankomende jaar. En die groei die wil je wel kunnen, ja, echt kunnen inschatten, ook voor de komende jaren. En dat vind ik bij Facebook zo lastig om in te schatten. Hoe, hoeveel omzetgroei gaan ze laten zien? Of gaan ze misschien niet meer groeien omdat daadwerkelijk mensen permanent minder van Facebook afgaan? Voor mij ontzettend moeilijk te bepalen. Want ja, ik kan wel voor mezelf spreken, dat hoor ik vaak. Ja, ik zit, ik zit niet op Facebook, dus dat gaat helemaal krimpen. Dat is voor oudjes en de, de jeugd gaat er niet meer op. De jeugd gaat ook niet meer op Instagram. Die gaan op TikTok. Uh, ja, ik vind het altijd wel een anekdotisch argument. Want ja, als je kijkt naar de huidige cijfers, dan zijn er nog steeds heel veel mensen heel actief op Facebook, is onvoorstelbaar. En de vraag is, als je daar al je foto's en dergelijke hebt staan, er zit ook wel een beetje wisselkosten aan. Dus het is dus ook wel een bepaalde loyaliteit. Je zou kunnen zeggen, ja, het bedrijf is gewoon volwassen. Kan misschien geen groei meer in gebruikers laten zien. Maar kan nog wel heel lang heel veel geld blijven verdienen. En dan kan ook minder groei heel aantrekkelijk zijn bij zo'n lage waardering van 12. Bij zo'n lage waardering van 12. Dat is iets waar ik heel erg in de gaten hou. Ik ben, ik ben er niet, niet uit qua of ik daar een positie in neem. Ik, uh, ik heb ook andere big tech bedrijven. Uh, daarom past het wat mij betreft qua risicoprofiel ook nu niet bij in mijn portefeuille. Maar, maar wie weet in de toekomst? Hier geven ze aan die totale kosten. Voor het aankomende jaar 90, 95 miljard. En ook ze gaan ook weer verder investeren in capex. En uh, ja, wat je dan eigenlijk wel weet, is als die kosten dus waar zaten ze? Hallo kosten, waar zijn jullie? Het is fijn als kosten in één keer weg zijn. Dat scheelt een boel. Oké, okay, 71 miljard. Er komt dus uh, 20 miljard bij. Omzetgroei. Nou, gaat trager groeien dan de kosten. In ieder geval in het eerste kwartaal, tweede kwartaal, als je dat een beetje uitrekent op een biervultje, dus gaat de winst dalen. En ja, als je daarna gaat kijken, bijvoorbeeld een winstinschatting ma maken voor het aankomende jaar, dan wordt die koerswinstverhouding misschien wel weer 17. En de vraag is natuurlijk, wat gaat er met die winst gebeuren in de komende jaren nog veel verder? En dat gaat alles bepalen. En voor mij is het op dit moment een beetje. Ja, een beetje koffiedik kijken. En, uh, en te moeilijk om daarin een beslissing te nemen. maak jullie natuurlijk ook helemaal niet uit wat, wat ik daarvan vind. Het gaat om wat jullie ervan vinden. En daarom wil ik deze video ook even maken om, om je een kijkje te geven in hoe je, nou, ja, hoe je nou snel een waardering maakt. Ik ga er nu wel heel snel doorheen. Let op dat, dat, dat je daar niet te makkelijk in maakt. Maar ja, wees gewoon heel, veel, heel voorzichtig ook met waarderen. Waarderen is trouwens te leren. We hebben daar ook een hele vette online training over. Waar we daar heel diep op ingaan. Ook met behulp van scenario's. Wat je, wat je waardering veel concreter kan maken. En uh, deze video is gewoon even bedoeld om, om, om ook je wat fouten te laten zien. Wat ik veel zie bij het waarderen. Bijvoorbeeld waarderen op basis van de winst van het afgelopen jaar. Terwijl je die winst het aankomende jaar gaat dalen. Dat zijn soms klassieke value traps. Als die winst dan heel hoog is. Lijkt namelijk de koers-winstverhouding heel laag. Dan denk je, dit is een no-brainer. Maar als die winst niet gaat stijgen, ja, dan is dat natuurlijk nooit een goede deal of zelfs gaat dalen. Wat je ook heel vaak. Wat je, waar Ik blijf ook wel eens naar op kijken, is de historische waardering. Dus als je de afgelopen 5, 10 jaar, is misschien Facebook al inmiddels beursgenoteerd, naar de koers-winstverhouding gaat kijken. Ja, dan ligt hij elke keer rond de 20, 30, 40. En dan nu zie je hem rond, ja, rond de 15 staan. 12 als je wat dieper inzoomt. Dat lijkt, eh, lijkt zo goedkoop op basis van historische waardering. Maar ook dat zijn nog wel eens value traps. En daar wil je, daar wil je gewoon heel voorzichtig mee zijn. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Laat even een uh, likeje achter als je dit waardeert. We zijn net begonnen op YouTube. Dus uh, volgens mij vinden mensen het leuk. Abonneer je even. En zo help je mij ook. Heel erg bedankt voor het kijken. En het gaat je goed.